De A1 bij Amersfoort richting Baren. Het is 22:45 s'avonds. Verderop heeft iemand pech en daarom is de rechter rijstrook afgesloten. En de maximumsnelheid verlaagd naar 90. Goed te zien boven de weg. Maar niet iedereen heeft zin om zich daaraan te houden. De verkeerspolitie start een snelheidsmeting op een Audi A3 die met een flinke vaart voorbij komt. Verderop wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 70. En vlak daarvoor wordt de Audi afgeklokt op 130 km per uur in 90 gebied. De bestuurder krijgt de bekeuring per post. Want de politie wordt ingehaald door nog een Audi. Ook op hem wordt meteen een meting gestart. Waar je niet harder mag dan 70, rijdt de Audi gemiddeld 141. Dat is gecorrigeerd 66 km te hard. Vlak voor afrit Baren krijgt de Audi een volgteken en wordt meteen van de snelweg geleid. De bestuurder zegt dat hij onderweg is naar familie die hij lang niet gezien heeft. Zijn rijbewijs wordt ingevorderd in verband met de snelheid en hij wordt aangemeld bij het CBR voor een verkeerscursus.